Goedemorgen allemaal. Leuk weer dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Zoals je ziet ben ik in de auto. As always. Mijn verlofmaanden zijn ingegaan. Dus ik hoef niet meer te werken nu voor 16 weken lang. Heel raar idee. Maar ja, wel lekker dat ik even mijn rust kan pakken. Ik ben gelijk ziek geworden. Ik ben gelijk verkouden en zo. Ik heb dat altijd als ik vakantie heb of in ieder geval niet echt iets hoef te doen. Dan word ik ziek. Lekker. Ik ben nu onderweg naar Fientje. Fientje is een oude vriendin van mij. Daar heb ik 6 jaar mee in de klas gezeten. En zij had een leuk tentje gevonden, zei ze. Een soort powerfood tentje op de Frederiklaan. Dus, of de Frederik Hendrik straat, weet ik het. Maar, hoe niet zo. Maar goed, daar ben ik dus nu onderweg naartoe. En dan gaan we daar eventjes ontbijten, gezellig, en even bijkletsen. Het grappige is van Fientje, ja, ik heb dus 6 jaar met haar in de klas gezeten op de vrije school. En dat is best wel een school wat je dus echt vrij laat. Het zit hem een beetje in de naam. En als je dus echt een talent hebt, dan ja, kan je dat best wel daar uitbreiden. Nou is het zo dat ik niet echt een talent heb voor iets per se. Dus ik had niet echt iets uit te breiden. Maar Fientje daarentegen, die kan supergoed zingen. En niet zomaar zingen, nee, echt opera zingen. En het is niet een typische opera zangeres om haar te zien. Want ja, het is gewoon ja, het is gewoon een lekker wijf. Nee, maar ze heeft lang blond haar. Ze had vroeger had ze ook piercings. Volgens mij is ze dat nu wel een beetje eruit gehaald. Ja, ze kan dus echt onwijs mooi opera zingen. En het is zo'n gek gezicht, want zij is dus een hele hippe giet om te zien. En dan ja, staat ze gewoon een heel stuk van Mozart op Bach. Of weet ik veel, ik weet niet hoe dat allemaal heet. Of is Mozart op Bach, kan je dat ook wel zingen? Of is dat pianostuk? Wat? Pardon? Doe normaal! Maar ze kan in ieder geval super goed zingen. Ik ben dus nu officieel met verlof, maar volgende week moet ik nog eventjes, of einde van deze week moet ik nog even knallen. Want Bats heeft een eigen vuurwerkzaak. En de laatste 3 dagen van het jaar kunnen we dan dus vuurwerk verkopen. En dat is altijd mega druk, dus ik ga achter de kassa. Wordt het echt te zwaar, dan kap ik ermee. Maar ik denk dat ik het nog wel aan kan, want verder voelt me eigenlijk wel goed. Ja, ik heb me eigenlijk heel de zwangerschap goed gevoeld. En ik ben nu 37,5 week. Dus ja, het schiet aardig op. Hij kan elk moment komen. Ik heb best wel veel vragen gehad of ik zenuwachtig ben voor de bevalling. Nou, nee. Maar dat komt. Ik weet niet wat ik moet verwachten, weet je. Dus ik zou niet weten waar ik bang voor moet zijn. Want ik weet niet wat voor pijn het is. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik zelfs wel een beetje benieuwd ben naar wat voor pijn het is. Ja, klinkt misschien heel raar. Maar ja, ik ben best wel nieuwsgierig. Maar het zal niet fijn zijn hoor. Daar twijfel ik niet aan. Ik twijfel er niet aan of dat ik pijn ga krijgen. Dat zal best. Nou ja, nu ontbijten, einde van de week vuurwerk. En dan komt oud en nieuw. Spannend. Zo. Hallo. Hallo, schatje. Kan ik even helpen? Nee. Hey. Zo deep ben ik nou ook weer niet. Nee. Oh, ben je ziek? Ja, ik heb keel tyfus. Oh, wat is je pijn groot. Groot, hè? Oh, ja. Echt niet normaal, zeg. Ik ben echt een dikkie. Oh, je ziet er zo mooi uit. Dankjewel, schat. Hoe is het met jou? Goed. Ja? Lekker man, ik ben blij weer te zien. Ja, ik heb net gezegd ook dat je opera zingt en zo. Oh, echt? Dat is leuk. Ik zeg, ze is niet een typische opera zangeres om te zien. Nou, had ik gelijk of niet? Ja. Oeh, zo lekker. Yummy. Lekker. Gezond en lekker. Lekker? Ja. Heel lekker.
Zeker. En gezond. Ik voel de energie weer terugkomen ja, hè? In mijn lijf. Weet je wat zo chill is? Dat je echt vol hiervoor zit. Ja. Goed voor baby. Power food voor de baby. Met de eieren. Ja, hij is nog niet de eieren van. Nee, ik laat het niet. Soms voel je echt een kracht en een ding. Ja. Ja. Het ziet er zo mooi uit, Elise. Als ik jou zo zie, dan wil ik ook een baby. Als jullie het trouwens leuk vinden, Fientje heeft zelf ook een eigen YouTube kanaal. Gewoon Fientje Hoofdstad? Nee, mijn artiestennaam. Oeh. Want in Italië ligt Fientje niet zo lekker. Nee. Kijk, heb je het in de lens of is het plaatje? Weet ik? Oh, op plaatje. Oké. Okay. Ja, want in Italië Fientje, dat kunnen ze niet uitspreken. Dus dan gebruik ik mijn echte naam. Het is Josefina Louise. Josefina Louise. Ja. Dat we even typen en dan kunnen we het hier. Ja, nou daar kan je haar dus op vinden. Maar dan ik doe wel alles volgen. In het Engels. Ja, nou dat is ja. Niet erg toch? Dat is wel een beetje Engels toch? Maar ik praat ook Nederlands er doorheen en Italiaans ja. Ook. Het is heel educatief. Is appel en gember? Dit is appel en gember shotje. Yes. Oké. Okay. Moet het in één keer? In één keer? Nou, twee keer. Atten? Oké. Okay. Ga ik sterk lief? Oh, oh, dat is lekker. Oh, het burnt. Heel heet. Ja. Ja. Heet. Maar dit is goed. Ja. Dit is goed voor je alles. Ja. Doe het. Bikkel. Oh. Zo schat. Dat moet ik veel dadelijk. Vaker doen. Ja, ja. Leuk, gezellig. Ging wel. Goed champagne, ja? Oké, okay, lief. Doei doei. Doei doei. Doei. Nou, ik voel me helemaal energiek hoor, met mijn powerball. Ik ga nu lekker naar huis en ik ga denk ik even op bed liggen. Even chillen. Ik heb voor Bats ook even een powerball meegenomen. Vindt hij ook lekker. Goedemorgen zonder zorgen. Wij zijn vandaag aan het werk in de vuurwerkhal. Goedemorgen allemaal mannen. Goedemorgen. It's a man's world. Goedemorgen. Goedemorgen Mo. Mo maakt de lekkerste balletjes en de koffie. Zo hebben we allemaal een taakje. En we zitten achter de kassa. Ik en Mo. Nou, iemand moet het zware werk doen hè Mo. Hebben de zaak al gefilmd? Een beetje. Wil je reclame maken voor je zaak? Met baby Dirkie. Doei zo. Doei.